Hallo iedereen, en super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Oralie en vandaag ga ik heel leuke oorbellen maken. Zijn jullie benieuwd welke oorbellen ik ga maken? Vergeet dan zeker niet te abonneren op mijn kanaal en blijf zeker kijken. En laten we heel snel beginnen. Dit gebruik ik voor mijn oorbellen. 2 6 mm parels. En dan 2 heel leuke polymeer kralen. Ik ga voor de roze. Nee, we gaan een ander kleurtje nemen. Ik wil voor de paarse, die zijn super leuk. Ik neem deze 2 paarse. Dan gebruik ik ook nog 2 kettlestift, of zijn het niet stiften, ik weet het verschil niet. En dan 2 oorbelhaakjes. Voilà. En dan gebruik ik nog deze 2 tangetjes. Oké, ik zet jullie hier even op de grond neer. Wat ik als eerste doe is deze kettlestift nemen, want het is een nietstift, ik weet echt niet wat het is. En dan doe ik de parel erdoor. Ik hoop niet dat de parel te groot hiervoor is. Nee. Voilà. Dan neem ik de bloem. Kraal en die rij ik er zo door. En dan moet ik dat dicht gaan maken. Eens kijken. Ik knip eerst een stuk ervan af. En dan ga je zo, zo'n lusje maken. Zo. Ja, een lusje. Zodat de polymeerkraal niet meer uit kan. Als jullie snappen wat ik bedoel. Zo, kijk, nu zit er zo'n lusje. Wacht, hè. Ik ga mijn camera even omdraaien. Kijk, nu zit er een heel schattig lusje. Als jullie wat scherp stellen. Dit doen we precies hetzelfde bij deze polymeerkraal en parel. Oké, ik heb nu 2 keer hetzelfde gedaan. En nu ga ik dat hier aan vastmaken. En hoe doe je dat? Je kan dit oorbelhaakje opendraaien. Normaal kan je hier aan draaien met het tangetje. En dan kan je dat lusje hier doorhangen en dan doe je het terug dicht. Dus, voor de mensen die het niet goed begrijpen, ik zal het ook gewoon zo voordoen. Je hebt hier een lusje aan hangen en dan kan je het gewoon opendraaien. Zo. Het is een beetje open. En dan neem je dit ding. Dat doe je door dat lusje. En dan draai je het weer toe. En voilà. Je hebt je eigen oorbel. En dan doen we nu precies hetzelfde bij deze. Voilà. En dit zijn ze geworden. Echt mega schattig. Dus dit was de video voor vandaag. Hopelijk hebben jullie iets. Wow. Dus dit was de video voor vandaag. Ik hoop dat jullie hier iets aan hebben. Je kan het met eender welke polymeerkraal maken. Maar ik ben er dus echt super blij mee met de leuke oorbelletjes. Dus dan wil ik zeggen bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende keer. Doei!